Ja. Wat er bij ons dan meer is gaan komen, dat is Pas Papens die is gaan zitten. Welkom meneer Papens. Prachtig nummer. Lekker swingen. Ja, lekker swingen. Dat ook, en de easygoing gevoel zit er af en toe ook wel in. Hartstikke tof nummer. Ja. En af en toe is het wel goed om even te ademen en easygoing te zijn, omdat we ook met pittige onderwerpen bezig zijn. Zo is het. En dat ben je bij het Pirkenpaviljoen op dit moment ook. Jullie gaan iets heel bijzonders doen dit weekend. Nou, excuus, in die zin bijzonder. Wij gaan inderdaad komende zondag om 14:00 een nieuwe tentoonstelling openen in het Pirkendonderspaviljoen. En wel over slavernij. En we hebben niet alleen de opening van de tentoonstelling. We hebben ook de première van een documentaire over slavernij. Plus brengen we dan ook een boekje uit over slavernijverhalen in Tilburg. En iedereen die de komende maanden de tentoonstelling gaat bezoeken, die krijgt dat boekje gratis mee. Dus we hebben een drieklapper over slavernij. En we zijn heel trots dat we op deze manier vanuit Pirkendonders, vanuit het hart van Tilburg, aandacht kunnen besteden aan een ontzettend belangrijk onderwerp. En u bent zelf, weet ik, schrijver. Hè? Je hebt daar heel veel, heb je ook, ben je ook medeschrijver geweest? Of is het een ander team geweest die dit gemaakt heeft? Nou, de tentoonstellingen bij Pirkendonders worden altijd georganiseerd door een werkgroep vanuit het bestuur. Ik zit zelf ook in het bestuur. Nu ook weer. Het zijn altijd dezelfde mensen die dit doen. En ik heb de teksten geschreven van de tentoonstelling. En ook het boekje geschreven. Hè, maar bijvoorbeeld Caroline Evers, een zeer getalenteerd bestuurslid van Pirkendonders, heeft de documentaire gemaakt. Dus zo doen we met z'n allen als vrijwilliger goede dingen neerzetten. En dat is veel onderzoek, veel research. Zijn er dingen waarvan je echt, want je kunt altijd heel mooi vertellen wat de pareltjes zijn. Wat zijn nou de pareltjes of een pareltje van deze tentoonstelling? Nou ja, kijk, een belangrijke parel, als ik het zo mag zeggen, is van, als ik het zelf, ik weet veel van de geschiedenis van Tilburg. Ja. Ik heb er veel onderzoek naar gedaan en over geschreven. Ja. Maar ook slavernij is voor mij eigenlijk een, van 90% toen ik eraan begon, nieuw onderwerp. Okay. Dus ik heb me helemaal eigen moeten maken. En ik ben wel in 2013 betrokken geweest bij de viering, herdenking, 150 jaar afschaffing slavernij. Mm-hmm. Toen heb ik iets gedaan, maar ik ben nu tot de conclusie gekomen, tot het inzicht, dat ik eigenlijk niks of heel weinig van wist. Dus ik heb me daar anderhalf jaar grondig in verdiept. Ik niet alleen, ook Caroline Evers en Esther Becks. Boeken over gelezen en me op die manier het onderwerp eigen gemaakt. Ja, en uit de grond van mijn hart, wat ik eerst al wist, maar wat ik nu nog graag even herhaal hier voor de radio. Ik vind slavernij een van de ergste misdaden die mensen kunnen begaan. Ja. Werkelijk ongelooflijk. Ja. En dan, wat ik nu zeg, is misschien heel erg simpel gedacht. Maar ik denk dan wel eens, toen ik daarmee bezig was, stel je voor dat ik, Paul Papens, tot slaaf gemaakt zou worden. Ja. En dat je van de een op de andere dag je naam kwijt bent, je identiteit, je familie, noem maar op. Ja, het is een schokkend onderwerp. En waar ik eigenlijk heel erg blij mee ben, is dus enerzijds dat wij voor het Tilburgse publiek dit verhaal kunnen vertellen. Maar dan ook nog eens een keer op een manier die door Tilburgers, naar wij hopen, begrepen zal worden. Kijk, ja, dat is het doel, hè, van die tentoonstelling. Ja. Je wil echt dat de impact van die slavernij, dat daar veel meer begrip voor komt door de Tilburgers. Nou, maar wij willen dat ze echt voelen, zoals je het nu zegt, wat dat voor impact is op een mensenleven. Ja, voelen inderdaad, maar in de breedte gaat het er ons over dat we het verhaal van slavernij kunnen vertellen. Dus de transatlantische slavernij, die dus zeg maar heel veel nazaten van de transatlantische slavernij, net als Eardley, die wonen in Tilburg. Het is erg belangrijk dat wij als Tilburgers deze geschiedenis kennen. En er zijn duizenden nazaten van tot slaaf gemaakt die via de transatlantische route naar de Antillen en naar Suriname zijn gebracht. Maar de slavernij heeft ook een veel langere geschiedenis. Hè, van tot in Mesopotamië, vertellen we ook. En ook tot op de dag van vandaag. Je moet je ogen niet versluiten. He, van wat het verschrikkelijke wat er is gebeurd, moet een lering uittrekken dat niet meer kan. Ja, maar je geeft toch vooral aan, hè? Je geeft ook een stukje historie, maar ook die impact. Maar hoe draagt die tentoonstelling bij met wat voor beelden, wat voor afbeeldingen, voorwerpen? Wat laten jullie nou specifiek zien waardoor die impact nog duidelijker gemaakt kan worden? Nou ja, kijk, wat betreft voorwerpen, dus we hebben allerlei voorwerpen. Die afkomstig zijn uit de cultuur, met name van de Marons. En Marons, dat zijn nazaten van tot slaaf gemaakt, die zijn gevlucht
en in het binnenland van Suriname een ander bestaan op hebben gebouwd. Daar hebben we heel veel voorwerpen van hoe die mensen er in hemelsnaam in slaagden om in een compleet onbekende wereld een bestaan op te bouwen. En als je die voorwerpen ziet en je laat ze op je inwerken, dan snap je eigenlijk de kracht van de beweging die aandacht vraagt voor slavernij. Want ik kan me heel erg goed voorstellen dat iemand die een nazaat is van tot slaafgemaakte daar kracht aan ontleent. He, van dat mijn maar voorouder... wat is dan zo'n voorwerp? Wat nou, dan bijvoorbeeld, kijk, cassave, dat zou je, dat noem ik eigenlijk op zijn Tilburg, op zijn Brabants, de aardappel van de Marrons. Ja. He, wat voor de Brabantse traditionele keuken de aardappel is, is de cassave voor de Marrons. He, van hoe dat die werd gekweekt, hoe dat die werd geoogst, wat er aan bij kwam kijken om een cassave eetbaar te maken. Hè? Want dan moet je vocht eruit persen, want dat is giftig. Wat ze er allemaal van maakten. Ja, dus zoiets moet je daar voorstellen. We laten dus enerzijds voorwerpen zien. Mm-hmm. Maar van de andere kant, en daar ben ik eigenlijk ontzettend blij mee. Kijk, toen wij ermee begonnen, toen vroegen we ons af van slavernijverhaal, zoals dat wordt verteld, is toch vaak ook een verhaal uit de Randstad, Amsterdam. He, Middelburg, Rotterdam, er staan ook monumenten. Wij krijgen dus ook een monument. Maar daar zullen jullie het wel over gehad hebben, denk ik. Mm-hmm. Als wij hier in Tilburg en in Brabant het verhaal van slavernij vertellen, moeten we dat niet doen op een manier zoals dat in Amsterdam gebeurt. Met respect. He, maar dan zouden we de plank misslaan. Wij moeten dat begrijpelijk maken. En waar heb je dan Tilburg precies dat verschil gemaakt? Kijk, nou, en daar kom ik dus inderdaad aan toe, want je bent er net voor. Twee jaar geleden waren we op bezoek in het Tropenmuseum. Mm-hmm. Om ons voor te bereiden op dit onderwerp. En er is een hele grote muur. En daar staan alle namen op die de mensen kregen in 1863 toen ze vrijgemaakt werden. Dus ik stond zo die namen te scannen. Ik stond als aan de grond genageld. Er stond in één keer ook de naam Tilburg bij. Ja. Dus hoe bestaat het? In 1863 waren er 12 tot slaafgemaakten die vrij werden gemaakt, die de naam Tilburg aannamen. Dus aan de hand van die familie die wij hebben getraceerd in Suriname en in Nederland, zij spelen als het ware, de familie Tilburg speelt de hoofdrol in het verhaal over slavernij wat wij in Tilburg vertellen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een lotje uit de loterij. Ja, dat is een heel mooi aanknopingspunt om heel veel Tilburgers betrokken te maken bij precies. Dit vreselijke gebeuren. Ja. En dat heeft dus heel erg te maken met het gewoon opletten, openstaan, op die plekken zijn en daar zien. Want ja, anders als je daar niet tegenaan was gelopen, dan was het misschien weer iets anders geworden. Ja, maar je moet inderdaad geluk hebben. Ook geluk. Geluk is bij de door. Ja. Nou, heb je ook een boek. Oh, wil je iets aan Utley vragen eerst? Ja, we zitten ook een beetje met de tijd. Ja. Er is ook nog een boek. Ja, je hebt een boek. En dat wordt ook gepresenteerd, begrijp ik. Op een boekske. Boekske. Een klein boekske. En iedereen kreeg dat toch? Als ze komen maar naar dat is een herziene druk. En je hebt het aangepast aan deze tijd. Dan ben ik wel heel benieuwd wat dan die aanpassingen zijn. Want je hebt het in 2013 heb je dat eerder uitgebracht. Dat is een ontzettende interessante vraag. Ja, want de context is veranderd. Maar hoe dan? Nou ja, kijk, om te beginnen is er een verhaal aan toegevoegd. Maar het is ook groeiend inzicht. Hè, toen dit boekje voor de eerste keer werd gemaakt, 9 jaar geleden, toen sprak ik nog over slaven. Ik wist niet beter. Ik ben heel mijn leven journalist geweest en ik heb altijd over slaven gesproken. Maar ik ben tot het inzicht gekomen hè, dat, tot slaafgemaakte mensen. Dat het tot slaafgemaakte mensen zijn. Ja. En dus dat is al een enorme verandering. Dat drukt compleet respect uit. Ja. Dus in de eerste uitgave, en dat opzicht historisch, spreek ik nog van slaven. En nu is het ik wist niet beter. Ja. Ja. En nu, 9 jaar later, ben ik tot ontdekking gekomen. Je moet spreken van tot slaaf gemaakt. Nou, ik heb dus al die teksten heb ik op dat vlak onder andere aangepast. Nou Piet, dan gaan wij die boekjes naast elkaar leggen. Hè? 2013 en 2022. Ja. En dan gaan we eens kijken of we dat zien. Als ik het zo hoor, is er veel geleerd en er blijft passie voor het onderwerp. En er is ingedoken en er is iets heel moois uitgekomen. Sorry. 3 hele mooie dingen op zijn minst. Een documentaire, een boek en een tentoonstelling die we allemaal moeten gaan bezoeken. Zo is het. Dus Tilburg bij deze, je bent uitgenodigd. Ga dat zien, kijken en lezen. Bedankt jongens en houden we. Dankjewel Paul. Dank je.